fotoreportage geweest. Binnen munt, wie kaas en toe. Er hing een foto, weert 600 jaar. En daar zong mij een vuurganger op. Niks ten oordele van hem, een gewijdige prins. Mijn minister 2015 en wij hadden toch geen gezin dat Sam en ik erop zouden. En dat is ook gebeurd. Die adjudanten die hebben erop gepakt. Hoewel dat wij wel vingen dat het verrekening van de gemeentekeut Zoei geeft die attentie willen aanbieden aan de burgemeester. Burgemeester van het jaar en Frans waarmee je dat geworden bent, dat ga ik nu voorlezen. Ik heb daar een speciaal techniekje voor. Het lukt niet, want ik had het opgenomen en ik dacht dan laat ik het zo mooi gewoon afspelen, maar ik ga het gewoon zo proberen. De burgemeester van Weert roept Frans Hendriks Oet tot Rochsteken 2015. Omdat hij op een bijzonder manier liet blijken dat hij geruits is op Rooi en Weert. Hij een heel enthousiaste manier de stad Weert promoot. Hij een voorbeeld gezien mag worden voor alle andere wiek en dorpsraaien in de gemeente Weert, zo wie een invulling geeft aan een functie van dorpsraad. Wat een verrassing, hier wist ik helemaal niks van. En om heel eerlijk te zijn, had je net even spoed overlegd met de rest van de dorpsraad. En als je in Rooi woont en ik hoor iets van de Rochsteekers, dan voelt ze dat toch een beetje onwerkelijk in het begin natuurlijk. Maar we doen dat hier natuurlijk, en is Weert is niet voor niks natuurlijk Straprooi en Hoek. Dankjewel. Maar hoe toch even, het is allemaal wel lol en plezier, maar toch een eind kritisch weer. Jongens, dat moet ik toch even van her. We zien als dorpsraad in Rooi, zijn wij blij met de manier waarop dat we kunnen opereren in ons dorp, in deze stad. En eindinkomers van het hecht, als de gemeente ons post stuurt, wat af en toe nog eens gebeurt, zul je het wel prettig vinden als je dan het postzegel op doet. Want ik heb nog geen mimic. Dit kriegen wij namelijk terug van PTT. Dit is een kerstjes, worden ze de postzegel op ons plekken. Alsjeblieft, ik weet dat je het heel moeilijk hebt, maar om dat nog allemaal te voorkomen dat het fout gaat, jongens, hebben we ook drie postzegels binnen. Veel plezier nog met en vast geloven. We hebben natuurlijk aan de toekomst gedacht, helemaal van hier bij ook van onze burgemeester. Vandaar dat we dit jaar een makelaar in de hand hebben genomen als kweerts, wat jij hebt gesloten met een open hier gereden, daar worden onderhand afgelopen zeer. En ik denk, hoe gek, voor dat geld van ons lopen krijgt aan reiskosten dat je hem geen snoeit verkocht. Je weet het. Je weet het. Dat gaan we doen. De leving is het namelijk wel nog een keer zo. Dan ga je in de kieren wat weg hier aan het stadhuis. En wat gebeurt er dan? Dan komen die braaf mensen in het vallenstadhuis. Die komen het gewoon weer terugbrengen. Die gaan opbummen in het oldstadhuis. Dan komen ze wat tegen. Hé, dat is van de Rochsteekers. Waar heel mensen natuurlijk, dan brengen we hem terug. Maar dat was niet de bedoeling. Hè? Als dat twee cadeau wil geven, dan moet je dat gooien. Want anders geven we het namelijk niet. Hè? Nee. Dus, doe eens. Ik denk dat het belangrijk is dat we het cadeau voor onze jeugdprins Rick van Vuurig ook, dat we dat weer teruggeven en dat je het toch het schoolprins geeft, hey, buur in de stadhuis. Dat is wel terecht als dat een cadeau krijgt. Dat is een ander werk. Want wat de Rochsteekers en de Rochsteekers misschien niet te weten is, als onze oplopende Rochsteekers ook een activiteit van de Rochsteekers aanwezig is, dan heeft hij natuurlijk altijd zijn arms kenteren. Hij probeert ook altijd zijn steen met te brengen. En dat lukt dan meestal ook, maar dan hoef je zelf niet voor te zorgen. Dat is allemaal uniek. Dan even doen we het heel veel voor de organisatie heen in het Zatroes. En in de Kallekoot, ik zeg toch, je kan dus lang met je boek van muur gaan. Maar Monique, dat is allemaal diep verleerd zien. Vandaag willen wij dit dan ook heel graag nog met Ieren en ik vroeg onze kansen hier een dicht vandaag heen op te gaan hangen de hoestpannen van de